Dank u wel, meneer Segers. Naar verlangen, naar een leven na corona, daar verlangen we allemaal wel naar. Maar de gevolgen zullen we nog lang gaan merken. Daarnaast hebben we in de vorige debatten al gemerkt dat er op allerlei belangrijke thema's grote beslissingen moeten worden genomen door een volgend kabinet. En dat kost natuurlijk ook allemaal heel veel geld. Heel veel geld als je alles bij elkaar optelt. En hoe gaan we dat straks oplossen na de verkiezingen? Als belangrijke partijen ook al duidelijk hebben aangegeven niet met elkaar samen te willen werken. De Nederlandse economie is vorig jaar met 3,8% gekrompen. Als geheel was 2020 jaar, kun je wel zeggen, een rampjaar voor de economie. Daarom moeten we ons uit deze crisis investeren. Perspectief. Oh, wat hebben we perspectief nodig? Ja. Dat perspectief is er. Maar het eerlijke verhaal is dat het nog even duurt. De drie grootste partijen op dit moment in de peilingen en in de huidige Tweede Kamer zitten hier nu aan tafel voor het laatste debat van deze uitzending. Mark Rutte, lijsttrekker van de VVD. Ook Geert Wilders is weer aangeschoven van de PVV en Wopke Hoekstra van het CDA. We beginnen bij u, meneer Wilders. We hebben allemaal plannen en maatregelen gehoord die veel geld kosten. We hoorden net meneer Rutte al over de claims die er voor de formatie op tafel liggen. We gaan Nederland de crisis uitinvesteren, hoor ik ook steeds. Maakt u zich wel eens zorgen over hoe het allemaal betaald gaat worden en door wie? Nou, zeker als ik zie wat het kabinet, Mark Rutte, deze week op een Europese top heeft gedaan. Die hebben namelijk deze week, we hebben dat gisteren in de Kamer proberen tegen te houden met een PVV-motie, maar dat is niet gelukt. Mark Rutte heeft samen met Wopke Hoekstra, zijn grote vrienden in het kabinet, VVD en CDA, hebben 100 miljard euro overgemaakt op een achternamiddag, althans goedgekeurd, dat het wordt overgemaakt. 60 miljard voor onze contributie aan Europa, 23 miljard voor giften aan Zuid-Europa en 20 miljard voor leningen die we nooit terugzien, ook aan Zuid-Europa in verband met corona. Dus we hebben eigenlijk in één week, gisteren, hebben we 100 miljard euro, Nederlandse euro's, weggegeven aan Brussel en Zuid-Europa. En ik zeg, ja jongens, kom alsjeblieft op dat geld in een crisis hier. De bedrijven vallen om, de mensen hebben het geld, de zorg. Als er ergens geld nodig is om extra mensen aan te nemen, laten we die 100 miljard hier in Nederland besteden. Okay. En ik snap toch niets van. En mij dan de les lezen over de financiering. Besteed dat geld hier in Nederland voor onze mensen. Meneer Rutte, klopt dat? Je bent nog steeds voor een exit, toch ook? Maar geef eens antwoord op mijn vraag. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, was ik benieuwd. Nee, maar misschien U pleit toch nog steeds voor een exit ook? Ik pleit ervoor dat wij die 100 miljard euro, dat we die niet aan Italië, een rijker land dan Nederland, per hoofd van de bevolking. Ja, u beantwoord dat de vraag niet, maar dat beantwoord ik hem voor u. U bent nog steeds voor een exit. Volgens mij had ik een vraag aan u gesteld en ik zeg, besteed dat geld aan Nederland en niet aan het buitenland. Dat doen we juist op deze manier. Voor Nederland, voor onze economie, is het vitaal dat onze export, dat onze banen, hè, we weten dat in Nederland heel veel banen, dan praat je over letterlijk miljoenen banen, afhankelijk zijn van het feit dat wij in Europa handel drijven. Europa gaat door een zeer zware situatie nu heen met corona. Al die economieën hebben het vreselijk zwaar. Ook Nederland zal moeten investeren. Ook Nederland zal moeten hervormen. Dat geldt ook voor Italië, dat geldt ook voor Frankrijk, dat geldt ook voor Spanje. Het is een unieke situatie. Zou je dit niet doen, dan zou je een enorm risico nemen met de Nederlandse economie. En u gaat zelfs nog een stap verder, meneer Wilders, want u zegt daarnaast, Nederland moet helemaal eigenlijk dat Europa uit. Dat zou helemaal vernietigend zijn voor onze munt, voor onze banen, voor al die hele normale mensen. Dus dat is mijn antwoord op uw vraag. Je hebt dat nodig, die investering in Europa, omdat je anders in Nederland een groot risico neemt op onze economie. U geeft dus toe, u kunt het ook niet ontkennen, dat wij 43 miljard euro aan leningen en giften hebben gegeven aan de Italianen en de Spanjaarden, wat niets te maken heeft met de Europese Unie, maar puur met corona. Dat is 43 miljard Nederlandse euro. De minister van Financiën heeft dat in een debat in de Kamer afgelopen dinsdag met mijn collega Van Dijk erkend. En dat geld, die 43 miljard, hadden wij toch hier aan de zorg kunnen besteden? Oké, meneer Wilders, u heeft de mensen in Frankrijk, heeft u een extra salaris voor de zorg gegeven aan onze eigen mensen, weigert u dat? Laat even meneer Rutte reageren. Eenmalig, en dat gaat niet naar Italië of Spanje, wat we in de hele Europese Unie doen met elkaar, is gezegd, luister, we moeten uit deze crisis komen. Onze interne markt is het grootste succes in het naoorlogse Europa en daar heeft Nederland ontzettend veel van geprofiteerd. Willen wij
uit deze crisis komen met onze mooie bedrijven en alle mensen die werken. Dan praat ik niet alleen over de grote bedrijven, maar juist ook over dat hele midden- en kleinbedrijf. Die hele middenklasse in Nederland. Bij dat midden- en kleinbedrijf werken 70% van de Nederlanders. Is 65% van onze economie. Wil je die kunnen redden, dan moet je er ook voor zorgen dat die exportpositie gezekerd wordt. Hoekstra heeft dat van een week door de Kamer geloodst en daar ben ik heel blij. Meneer Hoekstra, wilt u hierop reageren? U stak uw hand op. Ja, de twee oud-partijgenoten hebben volgens mij dezelfde dialoog die ze al een jaar of 10 met elkaar hebben. Volgens mij was uw vraag, hoe moet het nou met Nederland verder? Hoe zorgen we voor perspectief na deze crisis? En het eerlijke antwoord nou, is en vooral, wie gaat het betalen? Hè? Ja, en het eerlijke antwoord is natuurlijk dat veel van de grote problemen die Nederland ook voor de crisis al had, dat die dan pontificaal weer op tafel liggen. En dat we dan zullen moeten zorgen voor een eerlijke en sterke economie. Dat we dan moeten ophouden met die flexibele baan, die voor heel veel mensen gewoon ongelooflijk ingewikkeld zijn. Dan zullen we moeten bouwen, zie je het debat wat we daar net over hadden. En dan zullen we moeten ophouden met zaken als het leenstelsel, die echt zorgen voor meer scheefgroei in de samenleving. Daar zouden deze verkiezingen over moeten gaan. Daar zou het over moeten gaan wanneer het gaat over perspectief na corona. Maar de vraag gaat ook, meneer Welsum, ik wil even bij meneer Hoekstra door. De vraag gaat ook over wie dit uiteindelijk gaat betalen. Want de indruk wordt gewekt dat er niet bezuinigd zal hoeven worden. En heel eerlijk, ik vind dat veel partijen daar niet het eerlijke verhaal over vertellen. En het CDA wel? Wat is uw verhaal? Ja, ik vind dat je op de korte termijn moeten we door met dat recept, dat hele onorthodoxe recept, wat ik ook heel bewust heb gekozen als minister van Financiën. Met heel veel investeren om banen overeind te houden en bedrijven door deze fase heen te trekken. En ik vind dat we daar op de korte termijn ook mee door moeten, want dat is verreweg het beste voor onze economie. Maar iedereen die zegt dat er nooit, helemaal nooit meer, de volgende kabinetsperiode en daarna ooit nog bezuinigd wordt, die vertelt de mensen in het land gewoon van. Want je kan die op welke garantie, termijn zou er bezuinigd moeten worden? Nee, je hoeft, als het goed gaat met je economie, dan is zorgen voor meer groei. Ja, maar dan zegt u wel groei, wat, hè? Maar dan zegt dan u wel. Is zorgen voor meer groei het beste recept. Maar, diegenen die zeggen dat het nooit meer hoeft, die vertellen de mensen thuis een fabeltje. Maar u zegt ook wel iets interessants. Want als de economie blijft groeien, ik zeg altijd als we kaas hadden, dan kunnen we tossies eten als we ham hadden. Dat zijn allemaal stappen die je eerst moet doorlopen om uiteindelijk ergens uit te komen. Wat nou als de rente gaat stijgen voor staatsschulden? Dan zit de volgende generatie met een probleem. En dat is precies de reden dat je voor korte termijn moet inzetten op die economische groei. Maar als we nou bij corona één ding geleerd hebben, dan was dat, corona was iets waarvan we dachten dat de kans dat het zou gebeuren buitengewoon klein was, maar de impact bleek enorm. Zou ik een vraag en er is geen enkele garantie dat er niet een volgende crisis na deze crisis komt. Ja, ik zou eigenlijk aan beide heren de volgende vraag willen stellen. Want het gaat nu over, moeten we extra bezuinigen of niet? Weet u, uw beide partijen zijn er verantwoordelijk voor geweest, en de heer Rutte voorop, al sinds 2010... dat wij in Nederland de afgelopen 10 jaar 750.000 niet-westerse allochtonen hier hebben gehaald. En dat kost, en daarom zeg ik dat, dat heeft ons meer dan 100 miljard gekost. Dat hebben wij een keer laten doorrekenen door NIFOR, 7,2 miljard per jaar, met de huidige cijfers 100 miljard. Als wij nou, en niet alleen 100 miljard aan kosten, maar ook onze woningen, die sociale huurwoningen. 100.000 sociale huurwoningen. Wat is uw vraag, zijn Wilders? Niet naar Nederlanders gegaan, maar zijn naar asielzoekers u gegaan. Mijn punt stellen. Is nu, kan ik nu een afspraak maken dat wij de grenzen sluiten, dat wij die 100.000 mensen, die 750.000 mensen, niet meer massaal naar Nederland meneer willen Rutte, laten? Wilt u de grenzen sluiten? Omdat wij dan minder hoeven te bezuinigen en dat geld kunnen besteden aan andere dingen. U gaat dadelijk de mensen weer belasten, terwijl als u de grenzen sluit, de immigratie beperkt, dat wij heel veel meneer Rutte gaat even reageren. Kijk, dat zijn een beetje voedoecijfers die hij noemt. Op zich is het waar, heeft Wilders gelijk, moeten we niet de grenzen sluiten. We moeten ervoor zorgen dat de instroom van bijvoorbeeld vluchtelingen, die ook echt een recht hebben om vluchteling te zijn, omdat ze echt op de vlucht zijn, dat je die aantallen beperkt. Dat ben ik op zichzelf met hem eens. Maar wat niet reëel is, dat je de grenzen sluit, dat gaat niet eens. Dan moet je 4500 marechaussees bij de grens zetten. Maar toch ook even naar Wopke Hoekstra. Ik was het met hem eens dat je niet de harde garantie kunt geven dat je niet hoeft te bezuinigen. Waarschijnlijk hoeft het niet als de economie weer aantrekt. Maar er hoort dan wel bij, zeg ik ook in zijn richting. Ik heb hem ook in dit debat al 2,5 miljard horen beloven aan allemaal mooie dingen. Die ik ook dolgraag zou willen. Maar laten we reëel zijn. Op dit moment weten we niet hoe we er precies uitkomen. Het zou heel mooi zijn als we niet, nou, bijvoorbeeld die verhuurderheffing stoppen. Het was toch een van de ik maak hem even af. En dan zou mijn opvatting zijn, liever niet bezuinigen inderdaad. Ik denk ook niet dat het hoeft. Maar als we natuurlijk heel veel meer gaan uitgeven dadelijk bij die formatie, dan wordt het wel een beetje spannend. Ja, voor de goede orde. Wij zullen ook in de volgende periode, zullen we weer staan voor een solide financieel beleid. En we zijn het er allemaal over eens dat het beste
beste wat je kan doen is zorgen voor veel economische groei, veel nieuwe banen en ook in die volgende fase zorgen dat je die ondernemers weer door die crisis trekt. Waar het mij om gaat, en meneer Rutte, juist in die mooie advertentie van u, daar geeft u ook aan, daar doet u in feite een belofte en zegt u, ja, maar we gaan niet bezuinigen. Ik ben er zeer voor, ik hoop zeer dat het lukt, want ik zou het iedereen graag willen besparen. Maar ik vind ook dat wij, ook in deze fase, gewoon een eerlijk, realistisch verhaal aan Nederland moeten vertellen. Dat geef ik u, daar ben ik het ook wel mee eens. Alleen dan is het niet zo verstandig als mijn enige punt om dan nu alweer in een campagne 2,5 miljard in het eerste debat. We krijgen zondag RTL en die teller loopt door. Dus als we dat, dan wordt bezuinigen wel een risico als je zoveel meer gaat uitgeven. Terwijl we niet weten met hoeveel problemen we dadelijk uit die crisis komen. En ik wil die vliegende start maken met onze gezondheidszorg, met onze economie, een sterke overheid. Wat moet er beslist, tot slot nog even, want we hebben al bijna geen tijd meer. Wat moet er aan alle drie eventjes de vraag beslist anders in de toekomst met gedachten aan de coronacrisis? Meneer Wilders. Nou, 100% de gezondheidszorg. We moeten gigantisch gaan investeren in de gezondheidszorg. Als ik de heer Rutte nu al zeg, gezondheidszorg is belangrijk, nou dan val ik bijna van mijn stoel. Ik weet niet of het van het lachen of van het huilen is, want hij heeft nou juist de partij die de afgelopen jaren ziekenhuizen hebben gesloten. Dus je wilt investeren in de gezondheidszorg? Spoedeisende hulpposten hebben gesloten, ziekenhuizen gesloten, intensive care gesloten. De VVD heeft zorg op de laatste plaats gezet. We moeten zorg weer op de eerste plaats zetten en daar gigantisch in investeren. Okay. Er is de afgelopen jaar natuurlijk miljarden geïnvesteerd in de zorg. We hebben een van de beste gezondheidszorgstelsels van de wereld. Daar zijn we vreselijk trots op. En zorg is meer dan geld. Het zijn ook alle mensen die er werken, de verpleegkundigen en de artsen. Laten we daar trots op zijn. Alleen wat je wel leert, en daar ben ik het met Wilders eens, is dat als er zo'n pandemie is die lang duurt, en daar heeft hij ook voorstellen gedaan voor in de Kamer, de nationale zorgreserve en andere dingen, dat zijn goede voorstellen, dan moet je ook kijken, als er weer zo'n pandemie uitbreekt, hoe kun je lange termijn zo'n zorgstelsel daarop inrichten dat het ook zo'n pandemie kan bestrijden. En je ziet dat we daar nog in tekort geschoten zijn. En is daar, dus daar geld voor? Is daar geld voor? Want ja, zei net, er is geen geld voor investeringen, zegt u. Nou ja, wat je dan bijvoorbeeld moet doen, is productieprikkels die nu in de gezondheidszorg zitten, anders inrichten. En een van de problemen die we nu hebben, is dat er natuurlijk ook geld aan dat soort dingen verloren gaat. Ja. Hoekstra tot slot. Ja, wat betreft de zorg, ik weet uit eigen ervaring dat als het er echt toe doet, hoe ongelooflijk belangrijk die goede zorg is. En ik ben het eens met veel wat er gezegd is, ook op het gebied van preventie, eerder door Jesse Klaver. Ik zou er nog één ding aan willen toevoegen. Wat mij betreft gaan we fors extra investeren in onderzoek naar die grote ziekte waar we op een gegeven moment allemaal mee te maken krijgen. Kanker, obesitas, Alzheimer. Dingen die ons allemaal treffen en die heel veel uitmaken voor deze en de volgende generatie. Goed. Dank, alle drie. Wopke Hoek.